Hallo, sommige titels van boeken zijn zo overduidelijk gekozen dat er maar weinig invloed van uitgaat. Vaak dekt het dan de lading van de belangrijkste gebeurtenis uit het boek. Denk aan De aanslag van Harry Mulisch, Het diner van Herman Koch en De belofte van Pisa van Mano Bouzamour. Een andere optie is dat de titel de naam draagt van een personage. Tirza van Arno Grunberg, Malva van Hagar Peeters en Roxy van Esther Gerritsen. Er tegenover staan boeken waarbij de titel juist wel invloed uitoefent. Zo kan de titel een vraag oproepen. Een goed voorbeeld daarvan is Kort Amerikaans, de eerste en succesvolle roman van Jan Wolkers. Al lezende kom je erachter dat Kort Amerikaans verwijst naar een opgeschoren haarstijl. En tegen die haardracht had hoofdpersoon Erik als jonge jongen een afkeer, want die moest hij verplicht dragen van zijn ouders en daardoor kon men het litteken aan de zijkant van zijn hoofd goed zien. En dat wilde hij juist niet. Het litteken heeft hij als baby opgelopen door nalatigheid van zijn ouders. En dat kun je vervolgens weer koppelen aan de afkeer tegen zijn ouders op latere leeftijd, wanneer hij zijn haar juist lang draagt om het litteken te verbergen. Het verhaal speelt zich af tijdens de Tweede Wereldoorlog in Leiden en je volgt Erik van Poelgeest die als schilder zijn dagen doorbrengt en er ondertussen twee meisjes op nahoudt. Het verhaal start als zijn beste vriend Peter wordt opgepakt door de Duitsers als Erik postzegels gaat kopen. Postzegels met daarop een waterpaard en zo leren we later, het waterpaard staat symbool voor de dood. En als goede lezer zijn nu jouw oren gespitst. Er gaan doden vallen. Well, excuse me. I studied at Ridingdale High. No. Wolkers speelt een spel met goed en slecht. Zo is er een hele vriendelijke NSB'er en is er een knorrige oude man die een jodin laat schuilen. We lezen hoe Erik met meisjes aanpapt, schildert en met zijn ouders omgaat. En je merkt dat er een steekje bij hem los zit. Want hoe verklaar je anders dat hij meerdere malen een gipsen torso aanrandt? Ik heb de hele nacht in gedacht. Erik is eenzaam en dat wordt eigenlijk alleen maar erger als de bevrijding van Nederland dichterbij komt. Stel, een vrouw is in haar keuken een verhaal aan het vertellen aan de keukentafel aan twee mensen. In een hilarische sketch legt cabaretier Ronald Goedemond uit hoe vrouwen verhalen vertellen. Namelijk zonder pointe, iets waar het verhaal naartoe gaat. Iets wat de man en ook Goedemond mateloos irriteert. Godverdomme, 34 minuten van mijn leven naar zitten luisteren! Het bewijs dat dit niet per se het verschil is tussen mannen en vrouwen bewijzen de boeken van de Vlaamse veelschrijver Herman Brusselmans. De Brusselmansiaanse schrijfstijl kenmerkt zich door wijdlopigheid in het verhaal. Zo kan op het ene moment een personage nog doodgewoon een kapperszaak binnenstappen en dan gaat het binnen no time over hoe hij een psychiater zoekt die gelooft dat hij als pasgeborene een compassie had met koeien. Kortom, je leest enkele pagina's en springt van de hak op de tak met als gevolg dat je ook razendsnel vergeet wat je nou precies gelezen hebt. De pointe van de roman Mijn haar is lang, we blijven in deze video dus even bij de kapsels, is dat ik verteller Herman Brusselmans de dode puntjes van zijn haar wil laten bijknippen. En dat blijkt nog ineens zo makkelijk. Voor het verhaal is het een aanleiding tot hilarische gesprekken tussen de mensen in de kapsalon. En ondertussen gaat er iemand dood, wordt Brusselmans opgepakt, vliegen de geslachtsdelen je om de oren en bezoekt hij tenslotte een kinderpartijtje. Toch is er ook een serieuze laag te vinden met motieven als de dood van onder andere zijn ouders, jeugdherinneringen, angst en het relativeren van zijn eigen boeken. Literatuur moet echt zijn, hoezeer de schrijver dat ook probeert te vermijden. En God is mijn getuige als ik beweer dat ik dat vermijden tot kunst heb proberen te verheffen, zij het meestal te vergeefs. Tot slot komen in het boek vele namen van bekende Nederlanders, Matthijs van Nieuwkerk en Vlamingen, Christine Hemmerichs langs, wel of niet gekoppeld aan een belediging en er wordt vaak verwezen naar andere literatuur. Mijn haar is lang is een boek dat aanvoelt als een verhaal zonder pointe. Literair cabaret over de zoektocht naar een knipbeurt. En zoals in een echte kweeste vindt de hoofdpersoon zijn doel pas als hij weer thuis komt. Maar of hij er wat van heeft geleerd? Een geliefde stijlfiguur van sommige schrijvers is de tegenstelling. En dat resulteert soms in een omkering of zelfs een spiegeling. Je ziet dat bijvoorbeeld in De Donkere Kamer van Damocles van Hermans, waarin er een keerpunt is van dader- en slachtofferrol. Iets subtieler deed Harry Mulisch dat in vrijwel zijn gehele oeuvre dat is opgebouwd uit tegenstellingen en paradoxen. Denk bijvoorbeeld aan de titel Het Zwarte Licht. In De Steniging van journalist Frank van der Linden vind je vele tegenstellingen en spiegelingen. Uitgangspunt is een Romeo en Julia verhaal. Priscilla, Hollandse white dress, simpel. Uit een probleemgezin wordt verliefd op Karim, Marokkaanse roots, intelligent en uit een liefdevol gezin. Uit niets blijkt dat dit, net als de liefde van Romeo en Julia, een onmogelijke liefde is. Sterker nog, de liefde gaat best redelijk. Toch sterft Romeo, Karim. En dat is geen spoiler, want daar begint het boek mee. Vet cool. Hij is vermoord met een baksteen, gestenigd, als een overspelige vrouw uit een islamitisch land. Maar hij is een trouwe man uit een westers land. Een spiegeling dus. Are there any women here today?
Priscilla draait door, krijgt een psychose en ze blijkt ook nog eens zwanger. Maar de hoofdvraag blijft wie deze Marokkaanse jongen uit het Bollensteekse dorpje Hillegom heeft vermoord. Terugblikkend op haar verleden neemt Priscilla de lezer mee tot een dubbele, spiegelende climax van het verhaal. Via overduidelijke motieven als bloed, rood, cultuur en muziek onderzoekt Van der Linde via deze liefde de grenzen en de beeldvorming van de multiculturele samenleving. Kun je helemaal loskomen van je traditie? Of belangrijker, kun je iemand een traditie kwalijk nemen?